Dus hier moeten de koeien weg. Maar daar mogen 350 mensen komen wonen. Midden in het Natura 2000 gebied. Je moet je ook afvragen of het wel humaan is om hier mensen neer te zetten die gevlucht zijn uit Eritrea en Syrië. En ik geloof zelfs ook uit Turkije stond er op het lijstje van de gemeente. Die worden hier achter in die polder gepleurd. Er rijdt al jaren geen bus meer in de polder. Dit waren vroeger weilanden en dat is allemaal moerasgebied geworden. In handen gevallen van natuurmonumenten. In principe wil vrijwel niemand een asielzoekerscentrum in zijn achtertuin. Maar dit is wel een hele vreemde plek. En niet alleen omdat dit toevallig de achtertuin van mijn ouders is en ik hier dus alles heb geleerd wat je moet leren als kind. Slootjes springen, hutten bouwen, motocrossen, autocrossen en alle andere belangrijke dingen die polderkinderen doen. Op deze afgelegen plek, midden in zogenaamd kwetsbaar Natura 2000 gebied, in deze polder waar 700 mensen wonen, komt een asielzoekerscentrum voor 350 mensen. En daar is van alles vreemd aan. Het gaat om dit gebouw, het Nera-gebouw in Neder-Oostenberg, midden in de wildernis. Het is een uniek gebouw, opgeleverd in 1950 en op dat moment was het modernste radioontvangstation van Europa. Er werden hier radiosignalen uit de hele wereld opgevangen. En de radiocontroledienst was er gevestigd. Kinderen zoals ik, die een 27MC-bakkie hadden, werden hier afgeluisterd. Maar ook de radiopiraten werden hier in de gaten gehouden. Dit gebouw moest in 2007 nog gesloopt worden van de provincie Noord-Holland. Ze wilden alle terrein aan natuurmonumenten geven. Natuurmonumenten heeft al 30% van de polder hier in bezit gekregen. Dit waren vroeger weilanden en dat is allemaal moerasgebied geworden in handen gevallen van natuurmonumenten. De provincie Noord-Holland vroeg aan de dienst domeinen die het gebouw beheerden of zij het voor 0 euro mochten krijgen, zodat ze het terug konden geven aan de natuur. En toen werd er gezegd dat is heel noodzakelijk voor de waterhuishouding hier in de Horstemeerpolder. In dit Natura 2000 gebied is het waterpeil veel hoger gezet dan goed is voor de polder. Maar dat wil natuurmonumenten graag. Die hebben hier wat zij plasdras noemen. Wij noemen het moeras en rimboe. Hebben zij hier al van gemaakt, van alle weilanden hieromheen. En in 2007 wilden ze ook nog dit gebouw slopen en dit terrein ook nog toevoegen aan hun gebied. Dat hebben wij, de bewoners van de Horstemeerpolder, toen tegen weten te houden. We hebben een stichting opgericht en we hebben monumentenstatus verkregen op dit gebouw, zodat het niet meer gesloopt kon worden. Maar toen kon er hier dus helemaal niets. Het moest hier allemaal natuurgebied worden. En nu wordt het huis van 350 asielzoekers. Midden in dit moeras, in dit zogenaamd kwetsbare natuurgebied. Dit gebied wat zo kwetsbaar is, dat ik er zelfs niet in mag. Rustgebied voor de dieren. En straks rustgebied voor 350 asielzoekers. Vroeger werd deze polder de moestuin van het Gooi genoemd. Er zaten alleen maar tuiners en boeren. Maar nu zijn er nog 2 melkveehouders overgebleven. Die zitten hier. En op dat beruchte stikstofkaartje van minister Van der Wal staan deze 2 melkveehouders ingetekend voor 75% reductie. 75% krimp. 75% van hun koeien moeten weg. Dus hier moeten de koeien weg. Maar daar mogen 350 mensen komen wonen. Midden in het Natura 2000 gebied. Terwijl het Nera-gebouw op datzelfde stikstofkaartje van minister Van der Wal stond ingetekend op 95% reductie. Hoe kan het dan dat er daar 350 mensen kunnen wonen? In dat weiland is ook elke 5 jaar het polderfeest. En 1 keer in de 2 jaar de autocrosswedstrijd. Maar daar hoorde ik vandaag dat die niet meer doorgaat, want het is een rustgebied. Er mag niet meer geautocrossed worden. Dus de polderbewoners mogen hier niet meer 1 keertje in de 2 jaar autocrossen. Maar er mag hier wel een asielzoekerscentrum gebouwd worden. En er mogen hier wel 350 mensen komen wonen. Je moet je ook afvragen of het wel humaan is om hier mensen neer te zetten die gevlucht zijn uit Eritrea en Syrië. En ik geloof zelfs ook uit Turkije stond er op het lijstje van de gemeente. Die worden hier achter in die polder gepleurd. Er rijdt al jaren geen bus meer in de polder. Het is een heel klein weggetje hier naartoe. Nu wordt dit weggetje alleen maar gebruikt door mensen die of hun paard hier hebben staan op de enige boerderij die ook nog aan dit weggetje staat. Of mensen die hier hun hond uitlaten. En dan moet je vaak gewoon 5 minuten op elkaar staan wachten voordat je elkaar kunt passeren. Hoe moet hier dan straks de aan- en afvoer gaan plaatsvinden voor 350 mensen die hier wonen? Daar zal personeel naartoe moeten. Die mensen moeten daar opleidingen krijgen. Daar moet eten en drinken naartoe. Die mensen moeten daar zelf toch ook weg kunnen? Want anders zit je hier maar in die polder gevangen. Hoe gaan ze dat dan doen? Moet er een nieuwe weg aangelegd worden?
Sowieso moet er heel veel gebouwd worden, want die 350 mensen kunnen niet in dat bestaande gebouw. Dat zijn allemaal hele lege ruimtes. Ik begreep dat ze ook niet echt in die bestaande gebouwen gaan wonen, maar in een soort noodwoningen die op het terrein worden neergezet, die dan wel 10 jaar mogen blijven staan. Maar ook dat moet allemaal aangevoerd worden over dit kleine weggetje in dat kwetsbare natuurgebied, waar al 95% stikstof gereduceerd moet worden. Hoe dan? Wie snapt het nog? Onder de bewoners, zoals zo vaak bij de aankondiging van een nieuw asielzoekerscentrum, is uiteraard onrust uitgebroken. Er is een vaak ondertekende petitie, er is een hele drukke appgroep, er waren informatieavonden belegd door de gemeente, maar die zijn weer afgelast omdat ze bang waren voor ongeregeldheden. En nu hebben de bewoners een hoop gevestigd op de DAS. In Ermelo schijnt een DAS al hebben kunnen tegenhouden dat er een asielzoekerscentrum wordt gebouwd. Ik ging op onderzoek uit. Achter die bunker zou een soort wal zijn. En daarachter zijn heel duidelijk sporen te zien van een das. Bruce, zoek de das. Waar is de das? Ga zoeken. Ja, ik denk dat ze daar zitten. Brucie? Ja, hoe herken je een das, hè? Is dit een Dassenburcht? Zijn dit dassenpootjes? Ik had misschien iets beter op moeten letten bij biologieles. Wat is dat, Bruce? Nee, dat is geen Dassenburcht. Hier zit ook een bal. Het loopt eigenlijk allemaal een beetje zo door. In die wal. Ja, er zitten wel allerlei gaten gegraven hier. Maar ja, of dat nou van een das is, dat durf ik niet 1, 2, 3 te zeggen. Daar is het ook nog een heel groot gat. Brusje, nee, dat is geen das, dat is een haan. Ik heb het gevoel dat het hieronder hier wel een soort gangenstelsel zit. Maar ja, die kip is ook al heel erg geschrokken, dus ik zit hier misschien wel dingen te verstoren, Bruce. Ja, het is natuurlijk wel waarom al die bordjes hier staan, maar ja, jij bent denk ik ook gewoon bij iemand uit de tuin ontsnapt. Ik weet ook niet of jij helemaal in de vrije natuur hoort hier. Zal het een inheemse kip zijn? Je hebt zelfs een ringetje om je poot. Hey, kippetje. Kippetje, kom eens. Kom maar toe. Tok, 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 tok. Bruce, nee. Niet de kip vangen. Nee, 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 Brucie, Brucie. Hey, hey, Bruce. Wat verdikken we? Nou, we hebben hier dus wel allemaal restanten van bierflesjes gevonden. En een tamme kip. Maar of het ook echt een Dassenburcht is, ja, ik durf dat niet met zekerheid te zeggen. Maar ik sluit het niet uit. Je ziet wel duidelijk dat er enorme gaten gegraven zijn. En ook een soort ja, zandhopen zijn gekomen. Ja, en Bruce trekt er toch wel heel erg naartoe. Toen het ons in 2007 en 2008 gelukt was om het gebouw te redden van de sloop, hebben wij het in gebruik genomen van domeinen. Wij is in dit geval mijn ouders. Die hebben het gebouw gehuurd en het meteen opengesteld voor publiek. Mijn ouders zijn kinderen van de wederopbouw. Zij groeiden op net na de oorlog hier in de polder als kinderen van tuinders. En zagen hoe aan de zuidkant van de polder het Nera-gebouw verrees. Na de oorlog moest de infrastructuur voor telecommunicatie helemaal opnieuw gebouwd worden, omdat de Duitsers alle centapparatuur hadden meegenomen of verwoest. Waar Radio Kootwijk op de zandgrond staat van de Veluwe, werd het Nera-gebouw juist hier op de drassige poldergrond gezet. Die geleidt de zwakke radiosignalen heel goed. De Horstermeerpolder ligt bijna 3,5 meter onder NAP en het Nera-gebouw is erop gebouwd dat het ook droog blijft als de polder onder water komt te staan, zoals in de oorlog is gebeurd als verdedigingslinie. Dus het is gebouwd op een waterdichte kelder met hele dikke muren. En het is voor bewoners altijd een mysterieus gebouw geweest waar we nooit naar binnen mochten. Er stonden al halverwege het toegangsweggetje allerlei verbodsborden en er werden altijd hele geheimzinnige dingen gedaan. De Russen werden er afgeluisterd bijvoorbeeld. En die weilanden rondom het Nera-gebouw stonden vol met parabolen, grote telescopen waarmee heel ingewikkeld onderzoek wordt gedaan naar radiogolven en de straling van de zon. En er staan nu nog altijd meetpunten van het RIVM die meten hoeveel radioactiviteit er in Nederland is. Dus toen mijn ouders eenmaal de sleutel van het gebouw hadden gekregen van domeinen, stond iedereen in de polder te trappelen om daar naar binnen te mogen. En het heeft toen een soort dorpshuisfunctie gekregen.
Toen wij in 2010 als bewoners de strijd aangingen met wat wij de groene maffia noemen, omdat we dat verhogen van dat waterpeil helemaal zat waren, het bleek ook dat natuurmonumenten rondom het Nera-gebouw al die moerassen illegaal had aangelegd. Daar was helemaal geen vergunning voor afgegeven. Ze hadden allemaal stuwdammen neergelegd. Die hebben wij er zelf uitgehaald. En wij hebben toen de Republiek Horstermeerpolder uitgeroepen. En het hoofdkwartier van de Republiek was gevestigd in het Nera-gebouw. Dus midden in het hart van wat wij de groene maffia noemen, gingen wij de strijd met de groene maffia aan. En de inzet was, het waterpeil moet omlaag en die moerassen die moeten hier weg. Een strijd waarin we overigens maar een klein beetje gewonnen hebben. Want die moerassen zijn hier toch wel redelijk gebleven. Het waterpeil is wel een klein beetje aangepast, maar natuurmonumenten gaat hier nog steeds zijn goddelijke gang. En wij hebben eigenlijk dit deel van de polder opgegeven. Dat is gewoon helemaal Natura 2000 gebied en daar mag je helemaal niks. Daar hebben wij ons bij neergelegd. Tot nu ineens blijkt dat er wel van alles mag als het COA maar degene is die de aanvraag doet. Overigens heeft het Nera-gebouw ongeveer 10 jaar geleden een nieuwe eigenaar gekregen. Iemand van een dorpje verderop. En die schijnt het nu te verhuren aan het COA. Mijn ouders zijn er helemaal niet meer bij betrokken. Daar zit ook nog een heel verhaal aan vast. Daar kom ik in een andere aflevering nog wel eens op terug. Want ik ben ook heel benieuwd hoe natuurmonumenten hier nou in staat. Wij hebben als bewoners jarenlang tegen natuurmonumenten gestreden. En dat is een hele geduchte tegenstander. Wat vinden zij er eigenlijk van dat er nu 350 mensen in dat natuurgebied komen wonen? Ik heb ze daar nog niet over gesproken. Ik kom daar ook in een volgende aflevering op terug.